Choker. Shoot. Oh my God. Wat is dat hier allemaal? Uitverkoop. Je kunt ervoor zorgen dat die rommel hier wegkomt. Hè? Rommel, Sjoeke, zie dies. Mijn allereerste gouden schoentje. Ja, het zat er van toen al in. Ja, maar het is er nooit uitgekomen, hè? Merci. Zeg, en ik kan dat nog allemaal gebruiken, hè? IJzerdraad voor mijn volière. Ja, en bierpotten voor uw verzameling. Heel de zolder staan nog vol met spullen die jij kunt gebruiken. En vandaag gaat dat de deur uit. Ah ja? En hoe moet ik dat allemaal doen op mijn rug, zeker? Dat kan mij niet schelen als die maar buiten geraakt. En direct. Ja, maar het is training, hè? En de mannen hebben het nodig. Ja, ik heb ook iets nodig. En daar wacht ik ook al 4 maanden op, hè? Dat is nog een schilderij van mijn pa, zaliger. Oh, die afhangende bloem. Dat is een familietrek, zeker? Ma, heb jij al iets gekocht voor Doortje naar haar verjaardag? Nee, jij wel? Nee. Ik weet dat ze graag zo'n schoon thermoskan zou hebben van 2800. Zeg, als we nu eens zouden samenleggen. Maar alleen ma, een thermoskan, dat is een cadeau voor oude mensen. Ah, merci. Nee. Mark en ik, wij kopen iets heel modern. Het was maar een voorstel. Hey. Pas op, Markske. Zeg, hey, waar bleef jij zo lang? Die kutsjes gaan lenen bij Fabienne. Schoon, hè? Hoe geleend? Koopt jij die zelf niet? Dat kost 5000 frangen, Bieke. Zoveel heb ik niet. Zeg, Mark. Wat zou je ervan vinden als wij voor Doortje naar haar verjaardag zo'n heel blit zonnebrilletje zouden kopen? Ik weet er een voor maar 2500 frank. Oh, dat is top. Toch? Ik heb 500. En jij? Mark! 100 frank. Wat kun je nu nog doen met 100 frank? Ja, ik moet je toch sparen voor die kutsjes, hè, Bieke? Je moet die niet kopen. Ik maak er wel fotocopies van bij Publitime. Hè? Ja, maar dan kan ik meer bijleggen. Eens denken. 400 voor de buurt. Markske! Ma? Ja? Ik heb een ongelooflijk idee. Huh? Jij koopt die thermoskan. Mark en ik, wij leggen 600 frank bij. En jij zegt dan dat het van ons alle drie is. Hè? Bon, gelijk we gezegd hebben, morgen 11 uur, busken klaar. Ja, kom in orde, meneer Boma. Hoe is het? Klaar om het moedertje vanavond te verwennen? Verwennen? Je ziet dat de hele dag om mij te commanderen. Ben je dag? Allee, als ik mijn handen niet was, dan slag ze met een Engelse sleutel op mijn vingers. Allee, je bent weer aan het overdrijven, hè. Overdrijven? Wat is je leven met dat mens? Enfin, je hebt er nog zelf wel genoeg mee te maken gehad. Het is een bloem van een vrouwke, Doortje. Als je voor het nonnetype bent, hè. Doortje, dat komt van mijn moeder. Moeder? Ja, wat zegt dat dan? Nu heeft ze last van haar knie. Ze komt hier uitrusten totdat ze beter is. Met ambeteren, ja. U baar koopt, dat brengt ze dan mee, hè, vanavond? Meebrengen? Naar waar? Ah, het verjaardagsfeest van Doortje, hè. Als haar patroon zal hij dat toch een serieuze cadeau kosten, hè, bakker. Ja, maar moet dat? Het is niet waar, hè. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Bedankt, hè, ma. Dat is heel lief, ja. Zeg nog eens dag, oma. Nee? Oh. Dag, oma. Dag. Ah. Weer een telefoontje. Deze keer van mijn ma. Doortje, hoe dikwijls heb ik al gezegd, geen privételefoontjes op het werk. En geen kinderen. Maar nu is toch een speciale gelegenheid? Denk eens na. Welke dag zijn we vandaag? Donderdag. Welke donderdag? Witte donderdag. Ik bedoel, een donderdag die iets met mij te maken heeft. Je moet vandaag je huisje betalen. Zeg, Dimitri, je wilt het niet weten, hè? Dimitri! Ma! Hoe zit dat hier? Komt jij mij helpen of niet? Allee, Dimitri, geef mij uw arm. Dag, ma. Hoe gaat het, ma? Hoe dat gaat? Ah, maar manneke, het gaat niet meer, hè? Met mijn artrose. Alle geluk dat ik u nog heb, hè. Want gij zult toch wel voor uw moederke zorgen, hè, Dimitri? Zorgen? Ja. Het is te zeggen, ik heb het heel druk en... Je moet hem niet geloven, hoor, mevrouw de trainerie. Dimitri is heel content dat jij hier komt logeren. Wat blijft? Natuurlijk, maar uw zetel staat klaar zodat je goed kunt rusten. Rusten? Maar ik moet niet rusten.
Als je artrose in je knie hebt, moet je die in beweging houden. Hier, zie. Een briefje voor de kinesist. Massage, modderbaden, spierversterkende oefeningen. En zoek mij maar een goeie, hè. Maar een kinesist, dat is duur, hè. En dan, Dimitri? Uw moeder heeft zoveel voor u gezorgd toen jij nog klein werd, hè. Die een kinesist betalen, dat is toch het minste wat je kunt doen? Betalen? Krijg je dat terug van de ziekenkas? Ja, een stukje maar natuurlijk. Hè. Het remgeld niet, hè. En dat kan natuurlijk heel erg oplopen. Maar ja, het geluk van uw moeder, dat is toch alles waard? Oh, dat kind heeft veel bijgeleerd. Ja. Kom, nu gaan we naar boven, hè. Dag, Dimitri. Dag, mevrouw. Dag, Oh, het is toch zo'n speciale dag vandaag, hè, Dimitri? Dimitri, mijn valies staat nog in de taxi. Een taxi? Weet je hoeveel dat kost? Nee, maar gij ze biedt wel. Ja, ik denk het wel, ja. Dus vanavond verwacht u allemaal, hè? Ja, ja, ja. Weet Bieke het al? Ja, ja, wij hebben al iets gekocht, hè? Ja. En ons maat heeft ook bijgelegd. Ja, zo zou het kunnen noemen, ja. Goedenavond allemaal. Marske, ik zou je eens willen spreken. Oh, zeg het maar. Ja, maar onder vier ogen. Ah, bon. Ga dan maar eventjes in de living. Allee. Huh? Maar van de cognac af blijven, hè. Ja. Ah. Voilà, Marcus. Ik ben er weer weg. Dat kan niet. Na één pintje. Ja, Carmen heeft een heleboel rommel bij ingezocht. En dat moet vandaag de deur uit, hè. Sorry, mannen, maar ik moet naar huis. En ik ging er juist een geven. Ja, als je het zo vriendelijk vraagt. Pascal, een duikschotel. Ah. En, is het veel? Nu meer dan anders. Die rommel bedoel ik. Ah, je zou het moeten zien, hè. Een hele camion vol. En als je tegenwoordig een camion moet duren, het kost geld, hè. Maar kan dat niet in uw busje? Oh. Voor mij, het staat bij DDT. DDT. Ze heeft Ocharme zoveel pijn, Marske, dat we graag zouden hebben dat je ons zou helpen. Ja, dat is goed. Ik bel direct een kinesist. Ja, maar een kinesist die kent daar niks van, hè? Nee, nee, ze zoekt iemand met een zachte hand en een groot hart, zoals jij. Ikke? Maar nee, Dimitri, ken ik daar toch niks van? Je bent bijna dokter. Dat is toch simpel? Allee, ik ben mijn moeder, hè? Hè? Je zegt dat ze zo moet doen. En dat komt in orde, hè? Ja, maar zo eenvoudig is dat niet, hè, Dimitri. Er zijn echt heel veel spieren, hè. Bijvoorbeeld, kijk. Ja. Dat hier. Ja. Dat is de musculus satorius. Zie een keer, een kinesist, die kan er nog niet uitspreken. Ja. En hier. Ja. Dat is de musculus gracilis. Dat is een plezant spierke, zeg. Mijn moeder zal dat graag hebben. En hier, dat is de musculus semimembranosus. Zeg, maar niet voor de zotavel, hè. Dat staat zo in mijn cursus. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat ik al die spieren ook kan behandelen. Maar dat is niet erg. Als dat maar niks... Als dat maar niet verergert, hè. Markske, je moet ze daar zien staan. Op haar stokje, hè. Haar gezicht, vertrokken van de pijn. Bij elke stap dat ze zitten, hè. Oei. Ja, en ik kan niet tegen mensen die lijden, hè. Hoe dat ze dan soms zegt. Help mij. Help mij. Ja, en een zoon die wil het beste voor zijn moeder, hè. Hè? En het beste, dat zei jij, hè. Ja. Doet je het? Boy, maar... Dank u, Marske. Er moesten er meer zijn zoals jij. Ja, daar is ze. Ja, ja, zeg, dat is heel interessant. Je mag dat gerust aan mij geven. Pascal, Pietje. Geef ze maar aan mij. Die legerbottines, daar kun je geld uit kloppen. Pardon, ik was eerst. Oh. Ik ben voorzitter. Oh, waar hebben ze het over? Ah. Xavier die moet opruimen van Carmen. En daar zijn heel waardevolle dingen bij. Xavier, krijg ik het oud papier? Hè? Dat kan ik verkopen. Alles moet ineens weg. Hè. Ik wil geen processie bij mij thuis. Is dat iets waard? Oh, mijn gedacht. Maar
Je hebt er een camion voor nodig, hè. Ah ja, of toch een grote camionet. Ja, maar ik heb een camionet, ik zal alles komen halen, hè. Oh. Ah, nee. Ah, nee, dat is niet serieus. Ja, maar je mag gerust zijn, Xavier. Alles gaat erin, hè. Maar, nee. Kom, kom. We moeten sportief zijn, oké? Okay? Het is goed, nonkel. Het is van u. Ah, hm? Ah, ja. Maar het moet vandaag nog weg, oké? Okay? Ja, ja, ja. Zeg, haast u maar, want je bent vanavond uitgenodigd, hè, op Doortje naar verjaardagsfeest. Allee, vergeet uw cadeau niet, hè, bakker. Allee, Dimitri, nu dat je alles krijgt, ga er nog een geven, zeker? Een andere keer, hè. Ik moet me haasten voor het feest. Allee, ik heb zo'n dorst. Maar hier krijgt het klitsken, hè. Hallo, Bek Xavier. Ah, Sjoeke, jij zegt het. Wie zegt het? Dimitri? Ja, als jij kunt blijven plakken, zijt jij ook vindingrijk, hè? Ja, ja, het is goed. Ik speel spelletje mee, ja. Ah, dag, Dimitrieke. Goeiedag. Ik kom de spulletjes halen. Ja. Xavier zei dat ik ze gratis kreeg. Ah, wel, je mag alles meepakken. Maar dan ook alles, hè? Ja. Hela, stukje dief. Dat ik alles moest meepakken? Ja, met wie's voeten speelde je? Nee, we kunnen toch goed liggen, hè? Ze hebben zelf gevonden. Allee, ik kan de rest halen. En braaf zijn, hè? Ja, oké. Okay. Tja, wat de mensen toch allemaal weg doen. Allee, hier zit Dimitri. Uw andere schilderij, dat moet ik niet hebben. Meepakken en wegwezen. Je bent weer van mijn goedheid aan het profiteren, ja, en hè? Al de rest moet hier ook nog weg, hè? Ja, 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 ja. Voilà, dat is gelukt. Tja, waarom heb ik nu mijn Yves-soffen gezet? Ja! Bravo! Ja. Ja. Wel ja, het is heel schoon, ja. Carmen. Merci. Ja. Ja. Je mocht van mij zeggen wat je wilt, maar niet dat ik geen smaak heb, hè? Ah, nee. Anders had ze mij niet gekozen. Ja. Iedereen kan zich vergissen, hè? En Doortje, ja. Wij hebben ook... Dat is van ons. Ja. Oh, zo'n praktische thermos. Ik had dat juist nodig. Merci, hè. Merci. Doortje, dat is wel van ons drieën. Hè? Ah, merci, Pascal. Ja, ja. Ons maat heeft ook een beetje bijgelegd. Ja. Oh, ik heb maar 100 frank. Maar nee, Markske, dat moet je toch niet zeggen? Ja, je hebt ook diep in uw zak getast, kameraad. Ja, de geste die telt. Ja. Balthazar, die jongen moet een cursus kopen. En die kost 5000 frank. 5000 frank? Ja. Bij gedacht. Studeren kost geld. Ah. De wielrenner? Ja. Bon. Goede vrienden. Ah, nee. Dimitri is hem nog niet. Ja, hij moest een cadeau kopen, hè? Ja. Goede vrienden. Als voorzitter... Goedenavond allemaal. Ah, proficiat, Doortje. Oh, Dimitri. Ik ben juist bezig aan mijn speech. Ja. Als voorzitter is het mijn plicht. Ik heb een schone cadeau meegebracht, hè. Dimitri, staat op in je face, man. Als voorzitter zou ik willen onderstrepen... Zeg, als de mensen de mond er allemaal mag open doen. Ja, maar... Kom, zeg maar. Zie, nu ben ik mijn concentratie kwijt, hè, horlogerijder. Enfin, wat ik wou zeggen, dat ik in naam van FC de Kampioenen Doortje van harte wil feliciteren met haar verjaardag. Ja. Ja. Als het goed draait in een ploeg, dan is dat vooral te danken aan de vrouw die achter haar speler staat. Ah, je weet het. Ja, draait toch niet goed in de ploeg? Ik spreek over de atmosfeer, hè. Leer de dokter zonder centen. Het feit dat we hier allemaal bijeen zijn, is toch een bewijs, nietwaar, dat de kampioenen altijd één zullen zijn. Oh, ja. Ja. Wat er ook gebeurt, Eendracht en Trouw, dat is trekken aan één touw. Trekken aan één touw, bond zonder naam, ik heb dat ook gelezen. Balthazar, dat heb jij heel goed gezegd. Ja, ik heb dat niet gedaan. Ja, ja, bravo. Allee, nu het cadeau van Dimitri, hè? Scheepjes verwelken, bloemen vergaan, maar DDT zal altijd blijven bestaan. Ah. Heb je dat misschien ook gelezen? Merci, Dimitri. Zeg, maar dat is dat schilderij dat ik u heb meegegeven als afval. Dat is toch een schoon stuk? Ja, vergeleken met u wel, ja. Zeg. Alsjeblieft, als jij niet meer voor mij over hebt dan wat je op een vuilnis opvindt, dan moet ik het niet hebben. Pak hem maar terug mee. Dimitri, zoiets geeft je nu toch niet? Allee, kom. Geef het maar aan mij. Ik raak dat wel kwijt. Voilà. Bieke die heeft tenminste goede smaak. Ja. Kom, ja, we gaan het feest nu niet bederven, hè, mensen. Hier, pak weg. Markje, voilà.
Zo, op de gezondheid van mijn schattig vrouw. Ja, gezondheid, hè? Ja, gezondheid! Allee, kom, geef hem ook een glas. Ja. Jij krijgt het kletsjes, hè? Dimitri! Moet ik nu helemaal naar boven komen om te zeggen dat je mij beneden niet alleen mocht laten? Godverdikke! Wat doet jij met mijn Yves sloeven? U sloeven? Ah, maar Dimitri heeft mij die gegeven. Hoe? Alsjeblieft. Merci. Die 2 frank mocht gehouden met Poepeke. Oh, merci, meneer Bomen. Allee, voor 2 frank mogen ze mij Poepeke noemen. Jij gaat toch niet jaloers worden in uw oude dagen, hè? Nou, zeg, wat is dat hier allemaal? De veelzijdigheid van Michelangelo. Michelangelo, mijn gedachte. Maar ja, dat is cultuur, hè, makker. Ja, zeg, ik heb die rommel niet besteld, hè. Maxime. Oh, de geschiedenis van de stomme film. Het zal over u gaan, Xavier. Ah. Het leven van de heilige Blasius. En dat gaat over u, voorzitter. Ah. Verdwenen schilderijen uit de 20e eeuw. Allee, wie leest nu zoiets, zeg. Allee, kom, Xavier, maak dat die een bron hier terug buiten is. De verdwenen Perbeke, de Picasso, de Bosdalia. Misschien is dat toch nog een interessant boekje. Wat kost dat? 380 frank. Ik wist niet dat jij geïnteresseerd waart in schilderijen. De commerçant is in alles geïnteresseerd. Hier heb je 500 ballen. En de rest mocht gehouden bij Poepeke. Oh, merci, meneer Boma. Blaaskakius. Ik zal het u eens laten zien. Uh-huh. Oh. Maar schilderijen als belegging, daar is altijd een risico, meneer Bomans. Boba. Er is veel kitsch op de markt, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Bij gedacht, maar daarom heb ik u ook laten komen. Dat meneer Rijkels geeft daar toch verstand van, hè? Uh-huh. Mag ik uw bril eens even, meneer Boma? Boba. Carmen, wat kom je hier doen? Oh, kuisertje. Ja, ik wil meneer hier onder 4 ogen spreken. Ga maar naar boven doen. Dag, meneer. Ik ben Carmen Waterslagers. Ja, je moet mij een baas excuseren, maar ik kan soms zo onbeleefd zijn, hè? Carmen, alsjeblieft, hè, zeg. Ja, het is al goed, je mogen vallen, worstendraaier. Dat personeel van tegenwoordig, hè, meneer? Oh. Duidelijk Rubens, zo zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Pardon? Rubens. Waterslagers. Kijk, dat schilderij kan ik dus op de kop tikken als ik wil. Hè. Wat denk je daarvan? Bosdalia's met afhangende bloem. Jan-Hubert van Dijk, 1933. Tweede Latemse school, dat is niet slecht, is niet slecht. En? Ja, dat is geen topwerk, hè, maar de echte liefhebber die betaalt daar toch al 2 miljoen van, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. 2 miljoen, dat is veel geld, zeg ik zo. Bijgedacht. Ja, op voorwaarde dat het werk in goede staat is, hè? Ja. Oh, excuseer me. Ik heb nog een afspraak op het archief, meneer Boma. Boma. Ja. En ik zou niet graag te laat komen, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Zeg, dat wel, ja. Dus als ik dat schilderij wil laten controleren, dan kan ik altijd op uw beroep doen. Oh, absoluut, absoluut. Bon, dan ga ik u niet langer ophouden, meneer Eikels. Enkels. Excuseer, Eikels, zeg ik zo. Tot genoegen. Ik heb mijn telefoonnummer gegeven. Smerige ondergruiper. Maar daar zal ik een stokje voor steken. Wel, brandt het? Nee, het ontploft! Met een bril. Potverdorie, staat dat hier nu nog? Ja, ma, ik ben weg, hè. Bye-bye. Pieke, zet eerst dat onnozel schilderij op je kamer. Ik heb geen tijd. Ja, dan maak er maar tijd. Oh, man. Oh, Ela, zeg, wat... Amai, wat scheelt er, Pascalke? Oh, Carmen, kinderen, hè. Je hebt daar niks meer aan te zeggen, hè. Allee, ziet dat schilderij nu. Als ik dat nu niet zelf naar boven doe, hè, dan staat dat die morgen nog in de weg. Ja, maar dat is eigenlijk mijn schuld. Weet je wat, geef dat scherminkel terug mee met mij. Nee, Carmen. Bieke die moet maar opdraaien voor haar eigen stommiteit. Ja, dat is een kwestie van principes. Geen zever, ik neem dat terug mee. Nee, zeg ik. Je bent veel te goed.
Goedheid is de rijkdom van de armen. Bond zonder naam? Nee, parochieblad. Ah. En daarbij, onze Xavier was daar ook heel ongelukkig over. Want dat schilderij dat was nog van zijn pa zaliger. Ah, bon, bon, pak het dan maar mee. Merci, Pascalke. En als je Bieke tegenkomt, dan mocht het op haar kop kapot slaan. Ja, maar daar moeik ik mij niet mee. Nog voor geen 2 miljoen. Voilà, dat is nu de beste kinesisteris. Ja. Allee, Malleke, begin maar. Ja, ja. Ah, onnozelaar, wat doe jij nu? Oei. Zeg. Dat is massage voor de schouders. Hier. Ja. Oh, maar dat doet goed. Goh. Ik zou eigenlijk massageolie moeten hebben. Dimitri? Ah, dat is geen probleem, geen probleem. En dat is toch veel beter. Ziet je wel, ma? En wel, manneke, je zult een goede dokter worden, gijs. Hè? Wat is dat voor spierlaprij? Oei, pardon. Dat is een nieuw product. Tegelijkertijd olie en modderpad. Dat kan me niet schelen. Veeg dat af. Veeg dat af, zeg ik u. Allee, veeg dat af, hè. Hier ook. Ja. Ja. Ah. Volgens mijn cursus zou je dus je knie moeten bewegen zonder ze te veel te belasten. Er staat hier dat fietsen daar ideaal voor is. Ja, maar ik heb geen fiets, hè. En wel, dan zorg je maar dat er een hebt, hè, Dimitri. Allee, maar het is al 30 jaar geleden dat je nog gefietst hebt. En wel, dan loopt er maar achter mij en hou mij vast, hè. Dat zal trouwens goed zijn voor die conditie. Allee, kom, manneke, doe maar voort. Ja. Ja. Oh, een klein beetje hoger, hè. Ja. 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 Oh, ja. Oh. Oh. Ziet je, dat is beter dan fietsen, hè, ja, ma. Ja, ja. Dimitri, een fiets voor je moeder nu. Oh, ik ga je knie eens testen. Ja, wow, wow, wow. Ja. Zeg, krijg je dat terug van de ziekenkas? Ah! Allemaal die mieke toch? De best van mijn fabriek heb ik daar nog zo de blote muur, hè. Daar zou ik dat schilderij kunnen hangen, hè. Maar ik doe een 6, hè. Ik geef er u 3000 frank voor. Amai, van zo'n onnozel schilderij. Ha, mijn werkvolk kent daar toch niks van. Dat denkt dat dat kunst is, hè. Maar er is wel een probleempje. Kijk, ik geef er u 5000 ballen voor. Kom, dan kunt u mijn cursus betalen. Hey. Echt waar? Hé, hey, Markske. Oh. Hela, hela. Dus ik wil niet betalen, heb ik niet de fleur. Ah ja. Oh, zo'n probleem tegen jou. Is uw probleem niet opgelost? Oh, nee, maar dat schilderij is eigenlijk van Bieke. Oh, nee, maar dat is dik in orde. Pak dat ding maar mee, want ons ma die zaagt daar nogal over. Allee, tja, waar is dat nu? Ma? Kom, doe ze nog eens vol. Ah, Balthazar, ja. Waar is dat schilderij? Oh, dat heb ik weggegeven. Zeg, eens op. Wie heeft dat gegeven? Zeg, Balthazar, wat krijg je nu ineens? Ja, hoe zou het zelf zijn als je twee minuten geleden 5000 frank geeft voor een schilderij dat je hebt weggegeven? Sjoek, hè? Sjoek. Hey, Xavier. Huh? De winkel was er juist gesloten. Gesloten? Dat zou ik eens moeten proberen, zie. Het was misschien dringend. Ja, ze had een afspraak voor de zonnebank. Waarom die vrouwen altijd bruin willen zijn, hè? Omgekeerd racisme. Tja, laat maar zitten. Ah, ja, dat is juist gepast. Ah ja, omgekeerd racisme. Jij bent een intellectueel, hè, jij? Zeg. Dat schilderij, dat ken ik. Verdomme, hoe komt dat hier terug? Als Carmen dat ziet, dan krijgt ze een attack. Paul, doe mij een plezier. Neem dat spul mee en zorg dat je het kwijtraakt. Dat is een kleine moeite. Allee, bedankt. Tot op de training dan. Ja. Morgen, hè. Jo. Dag, Sjoe. Ik ga een dag schotel naar de vergadering. Sjoeke, Sjoeke, ik heb ongelooflijk nieuws voor u. Ja, ik ook voor u. Zie, waar is dat schilderij? Ah, weg. Goed, hè? Goed, weg.
Apollo heeft dat meegenomen. Je gaat er nooit geen last meer van hebben. Stommerik! Dorse? De Pol? Uit de weg, neefje, uit de weg! Tante? Je had het moeten zien, hè? Een fiets met twee autobanden als hulpwielen. Oh, het is niet waar. Ik had er niet bij lachen bij gedacht. Ah, Pol, eindelijk. Waar is dat schilderij? In een container gekieperd. Hé? Ja, en tante Josette heeft het meegenomen. De moeder van Dimitri, die een bulldog. Jij weet niet wat dat waard is. 2 miljoen? Maar... En als je binnen de week niet betaalt, doe ik 3 klontjes suiker in uw benzinebak. Dimitri de Tremery. Maar zo schrijf je dat toch niet? Ja, schrijf het dan zelf, hè, bedweetster. Ja, maar niet vandaag. Weet je dat ik al 3 kwartier aan het overwerken ben? Ja, voor kaderpersoneel is dat heel normaal. Oh, omdat ik zo'n schone cadeau heb gekregen, zeker? Ja, als jij geen smaak hebt... Dimitri, omdat je ervoor gezorgd hebt dat ik kan fietsen, heb ik voor u een schone cadeau meegebracht. Hier, zeg. Zie eens. En wel? Vind je het niet schoon? Nee. Hey? Ja, ik bedoel ja, maar ik ben geen kunstliefhebber. Allee, Dimitri, uw moeder heeft toch goede smaak? Ah, dat zeker, dat. En je kunt zien dat het een schoon plaatsje krijgt, hè? Allee, en nu ga ik een beetje gaan rusten. Pardon. En breng me een keer zo rap mogelijk een tasje warme melk, hè? Allee, en waar gaat uw meesterwerk hangen? Dat, hè? In een allesbrander. Ah, mijn schilderij. Wat dat van mij zullen zeggen? Geef hier, dan kom. Is dat jullie bijna gedaan? Kom. Ik zal het schilderij direct naar boven doen. Maar Pol, zet je nu op je kop gevallen? Zo'n brol wil ik niet in huis, hè? Ja, maar ik wel. Geef dat hier. Dat is van mij. Doortje heeft het aan mij gegeven. Maar zijn jullie allemaal zot geworden, hè? Vrienden, ik doe een voorstel. Niks te vrienden. Ze willen allemaal mijn schilderij afpakken. Ik doe een voorstel om als volwassen mensen dit te bepraten in een ruimte die beter geschikt is dan de rommelkant. Maak dat je weg, zijn. En neem die prul mee! Merci, Dimitri. Ja, nee, ik zal het wel vragen. Dimitri! Wat was al dat lawaai? Ik kan niet slapen. Dat waren die kampioenen die ruzie kwamen maken over dat schilderij. Maar... Je kunt niet geloven hoe beschoft die kampioenen zijn. Hè? En waar is dat schilderij, Dimitri? Ik heb dat meegegeven, hè? Nu we tenminste rust. Meegegeven? Maar zet je nu je verstand verloren? Als ze daar ruzie over maken, wat wil dat zeggen, hè? Dat het waarde heeft. Ja, hij gaat misschien een schilderij weggegeven die, dat 50.000 frank waard is. 50.000 ja? Frank? Ja? Hela, een beetje! De meesterwerk! Van wie is dat schilderij nu? Toch van mij, hè? Jij hebt het toch meegegeven, mijn onkel Dimitri? Ja, ik heb het van Dimitri gekregen. Ja, en omdat jij het niet wilde, heb je het aan mij gegeven. En je vergeet wie het op het spoor is gekomen. Maar mannetjes, maar stop nu toch eens. Balthazar, weet je nog wat je gezegd hebt tijdens de receptie? Hè? Wat er ook gebeuren, de kampioenen zullen altijd één zijn, eendracht en trouw. Is dat is... trekken dat één touw. Voilà. Bond zonder naam. Ja. En van het moment dat er geld aan te pas komt, is het ruzie. Je moest je schamen allemaal. Zeg, en als we het nu eens zouden verdelen? Niks te verdelen. Gegeven is gegeven. Gekregen is gekregen en ik heb het van Dimitri gekregen. Dus. En ik vond dat tenminste nog tof, hè? Jij denkt alleen maar aan het geld. Mark heeft gelijk. Laat ons een schatter laten komen. We verkopen het schilderij en we delen de winst. Ik ken zo'n schatter. Ik zal het daar bij de bureau laten komen. Kap. Kap, geef mijn schilderij terug. Cultuurbarbaren. Dimitri, gegeven is gegeven. Dat was om van uw gezag vanaf te zijn. Maar nu ben ik ervan gaan houden. Dimitri, dat schilderij is misschien geld waard. We zijn akkoord om het te verkopen en om de opbrengst te delen en jij mocht meedoen. Ja. Als dat niet ziek is. Ja. Ja, maar dan krijg je maar een klein gedeelte van de opbrengst. Ah, nee. Oh, dat krijgt u niks, hè. Dat zullen we nog wel eens zien.
Ik kan de bevoegde instanties raadplegen. Oh. Een advocaat? Nog erger. Mijn moeder. Nou, we kunnen eraan beginnen. Voilà, de Eikels. Het is toch schoon, hè? Dat kleurenpalet. Hm? En die afhangende bloem. Mag ik uw bril eens even, meneer Boma? Ja, ja. Maar teruggeven, de kameraad. Ja. Ja. Wel. Ik heb genoeg gezien. Ja. Ja. En? Het is een kopie. Een kopie? Hoe weet jij dat? Ja. Omdat de handtekening niet van Van Dijk is. Waterslapers. Het is niet waar, hè? Maar ik heb toch gezegd dat er een schilderij van Pa Zaliger is? Ja, dus die slappe bloem is niet in enige familietrek, hè? Stommerik! Meneer, wat is dat dan waard? Ja. Bah, niks. Oh. Of 100 frank. Allee. Voor de kader. En daar heb jij allemaal zo voor opgewonden. Oeh. Je hebt ons weer de serieuze tour gaan bakken, ja. Xavierke. Dus, ja, ja. Wat is dat allemaal? Ja? Dimitri? En zijn een advocaat. Goedenavond allemaal. Mijn moeder en ik hebben een voorstel. Oh. U bent zeker de meneer van de expertise? Aangenaam. 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 Enkels. Nee, mijn knie. Enkels is zijn familie dan. Ah. Wat is uw voorstel? Wel, mijn zoon wil een geste doen. Jij geeft hem dat schilderij en hij betaalt de cursus van de mislukte kinesist daar. Dat hij in het vervolg weet wat dat hij moet doen. Ah, wel, ik vind dat een heel schoon geste. Maar eerst betalen, hè, onkel? Natuurlijk. Hier, voilà. 5000 ballen. Dank u. Hier is uw schilderij. Merci. Nu dat de koop toch gesloten is, hè? Mijn moeder denkt dat dat zeker 50.000 frank zou kunnen waard zijn. Nu heb ik u goed liggen, hè? Dat is niet juist, meneer. Dat is veel meer waard, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. 2 miljoen. 2 miljoen? Dit is niet waar, hè? Ja, het is niet waar, want het is niet echt. Het is niet echt. Ah, het is een kopie. Zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Dan moet ik dat niet hebben, hè? Kom maar 5000 frank terug hier. Oh, nee, Dimitri. Gekocht is gekocht. We kunnen er u 100 frank voor geven. Ja. 100 frank? Weet je wat ik dan doe? Dat doe ik ermee. Oh, mag ik uw bril nu eens even hebben, meneer Boma? Geef hem dag op. Oh, dank u. Maar dat is een Italiaanse renaissance schilderij op de achterkant. Dat is dan toch 2 miljoen waard. Hè? Veel meer. Was. En u? Ah, oh, niks zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Zo zeg ik dat ook. Het is die waarheid!